Dus een manier om iets aan te pakken, als je, zolang je denkt dat je iemand bent, is schrijf eens een paar dagen op wat je van plan bent te gaan doen of wat er moet gebeuren ofzo. En dan probeer dat eens in detail op te schrijven. En dan ga je daarna kijken, iedere keer 's avonds, hoe het gelopen is. Dan zou het zomaar kunnen dat je inziet dat plannen maken, dat gebeurt ook maar zo. Maar hoe het gaat, is hoe het gaat. Eigenlijk doe je dat helemaal niet. Het passeert gewoon zo. En je kunt alles lekker uitplannen. Maar je zult zien dat leven het heel geestig vindt om dingen net anders achterstevoren. Of je nam je iets voor, weet je wel, om 2 minuten over 3 wil ik daar zijn. Want als je het op gaat schrijven, moet je vrij specifiek zijn, hè. Dus niet om 2 uur begint de satsang. Nee, ik ga daar aankomen om 3 minuten over 2. En dan moet je eens proberen, als je dat zo opgeschreven hebt, om het zo te laten plaatsvinden. Dan ga je merken dat je dat niet lukt. Als je werkelijk diepgaand doorhebt dat het je niet lukt, heb je kans, geen garantie, kans dat er iets uit je systeem valt. Het proberen de boel naar mijn hand te zetten. Want dat is gebaseerd op het ideetje, ik ben de doener. En als je gelooft dat jij de doener bent, dan ben je verantwoordelijk enzovoorts. En dan ligt het aan jou. Als het dan goed gaat, dan is het, jee, wat ben ik geweldig. Gaat het dan niet goed, kortom, wijkt het af van wat je bedacht had, dan ben je een sukkel natuurlijk. Maar als dit eruit valt, dit stukje, ja, dan zie je gewoon van, ja, het komt gewoon op om naar de satsang te gaan. Of van mijn part, ik ga liever wandelen, want wat heb ik aan de geouwe hoer? Dat kan ook, dat komt ook maar zo op. En vervolgens gaat het zoals het gaat. Als je dat echt onderzoekt, heb je een kans. Vandaar dat je mij heel vaak hebt horen zeuren over onderzoekdingen. Dat geeft geen garantie, maar de omgekeerde garantie is wel vrij groot. Als je niks onderzoekt, je niks afvraagt, is de kans dat er iets gebeurt of dat je iets inziet vrij klein. Want het apparaatje is vrij aardig, laten we zeggen, ingeprogrammeerd om de hele tijd in dezelfde kringetjes te draaien. En daar kun je 100 mee worden. Maar of je veel leert, is zeer de vraag. Terwijl als je dingen net even anders doet, of bekijkt, of iets aan een onderzoekje onderwerpt, of een experimentje doet, kan het zomaar zijn dat je denkt van, hé, dit had ik nog nooit gezien. En daardoor gebeuren er dingetjes. Wat, dat weet je niet, maar het wordt in ieder geval anders. Dus met andere woorden, als ik van tevoren een aantal gedachten heb, ik zit met van alles te bedenken over deze satsang, bijvoorbeeld, dan gaat het toch anders. Ja, maar dit zomaar roepen, daarom zeg ik van, als je dit werkelijk wil onderzoeken, moet je het echt minutieus gaan opschrijven. Want als ik dit zo vertel, en dat gebeurt al 20 jaar, dan vertel ik dingen aan zo'n groep, ja, niet deze groep, want die is natuurlijk heel speciaal, maar normaliter, en dan zit iedereen zo knik, 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 want dat weten ze allemaal wel. Maar ik zie gewoon, na een satsang of na een weekend of whatever, ze lopen naar buiten, ze hebben gewoon niks ingezien. Want ja, dat weet ik allemaal wel. Het leven gaat toch zoals het gaat, ja, dat weet ik allemaal wel. Maar het is niet ingezien, het is alleen maar begrepen. Daar heb je niks aan. Ik moet het echt aan den lijve ondervinden. Dat ik me opstel als de doener die het naar zijn hand zet en dat ik hopeloos faal. Want dan heb je kans dat het eruit valt, dat ik veel meer open ben voor het dansje wat het eigenlijk is. Terwijl als ik het wel weet, ja, dan weet ik het wel zo af en toe, maar ondertussen zit ik toch nog steeds proberen gelijk te krijgen. Of, nou ja, al dat soort stuff. En teleurgesteld zijn omdat het anders gaat dan ik gedacht had. Want ik ben ook zo belangrijk. Wat kleine dingen heb ik dat ook in de gaten. Goed. Als je dus heel, heel diepgaand inzit dat jij niet aan het stuur zit, om het maar zo te zeggen, zijn er geen dilemma's. Want ik ga er namelijk niet over. Het kan pas een dilemma zijn als mijn afwegingen het resultaat zouden bepalen. Maar als ik werkelijk ingezien heb dat mijn afwegingen deel zijn van totality, dat hele afwegingsproces, daar ga ik niet eens over. Want ik ben toevallig hier bang van en dat vind ik leuk. En de volgende dag is het anders, omdat ik 5 bakken koffie op heb in plaats van 2. Of ik heb mijn kop gestoten, of iemand in de familie is en hij is ziek en dan ben ik van slag of whatever. Daar ga ik allemaal niet over. Dus als ik dat echt doorheb, welk dilemma?
Het maakt dan eigenlijk niet zoveel meer uit of het zus of zo gaat. Je krijgt veel meer zoiets van, nou, ik zal wel zien hoe deze dag zich weer vult. En dan merk je dat je systeem, hè, je body-mind, op sommige dingen ingaat en bij andere dingen zoiets heeft van, ja, ik heb hier niks mee. En dat het dus ook niet meer uitmaakt. Ook niet wat anderen daarvan vinden, van Hans, pak eens aan, of Hans, laat dingen nou eens met rust. Ja, iedereen mag vinden wat hij wil. Daar kan hij namelijk niks aan doen. Dus vind wat je niet laten kan, is het eigenlijk. Niet vind wat je wil, want je gaat niet over wat je wil. Huh? Je hoeft er gewoon geen punt meer van te maken. Nee, dat kan dan niet eigenlijk. Dus het is niet dat dat niet mag. Ja, iedereen mag punten maken van wat hij niet laten kan. Maar als je werkelijk doorhebt dat jij niet aan het roer zit, dat er eigenlijk geen jij is, waar moet je dan nog een punt van maken? Dat is heel lastig. Want, dus als je zegt, ja, ik ben zoals een dwarre dan een sneeuwvlokje die zich maar laat meevoeren met de stroom. Het punt is dat jij nu net doet alsof het een strategie is. Waar ik het over heb, is gewoon het gevolg van het inzicht dat er geen centrum is dat beslist. Dus je kunt dit niet nadoen. Dit gebeurt, die vernietiging van het centrum, of niet. En er zijn heel veel mensen, dus ik ben wel blij dat je dit naar voren brengt, die lezen allemaal van die non-dualiteitsboekjes, of hoe het ook allemaal heet tegenwoordig. En die gaan dat dan, dat heet dan, integreren of proberen toe te passen. De praktische toepassing van Advaita. Dat kan niet! Je ziet het in of niet, maar je kunt niet net doen alsof. En toch proberen mensen dat. Van, nou ja, nee, maar dan... En dan gaan ze het bijvoorbeeld noemen van... Nee, je moet je doelen loslaten. Loslaten is een actie van diezelfde doener. Maar dan hebben ze niet door, want ja, loslaten klinkt goed. Een spiritueel verantwoord woord, weet je wel. Maar loslaten is kletskoek. Dat betekent alleen maar dat je ergens vanaf wil. En er vanaf willen betekent controle. Daar heb je die doener weer. Maar gelukkig ziet niemand dat, dus babbelen we lekker door over overgave en loslaten en vertrouwen en weet ik veel wat. Dat klinkt lekker en ja, het is heel gezellig allemaal. Maar het slaat nergens op. Een hond kan niet doen alsof hij een kat is, zou ik maar zeggen. En als hij dat gaat doen, dan heb je toch de hele tijd zoiets van... Dat is toch... Ja, ik weet niet. Houd toch eens op. Dus het is niet dat je moet gaan zeggen, of en Advaita is dus ook geen religie. Er zijn geen regels van zo leef je Advaitisch en zo niet. Je ziet iets in of niet. En Advaita, werkelijke Advaita, zal je dus ook nooit vertellen hoe je moet leven. Er zijn geen gij zult niet zus, gij zult niet zo, of gij moet juist. Je moet en zult helemaal niks. Er is een uitnodiging om dingen te onderzoeken en tot inzicht te komen en dat gebeurt of niet. Dus je bent niet aan het stuur, je bent eigenlijk een beetje stuurloos. Er is geen je. Dus het is niet van dat je dan ontdekt dat je een je bent zonder stuur. Er is geen stuur omdat er geen je is. Dus de dingen overkomen nu gewoon? Nee, er is geen u ook. Dat is een flauw grapje, even bel gepesten. Je, u, maakt niet uit, weet je wel, die is er niet. Dus het is niet zo van dat er eerst een je, u was die zat te sturen en dat daarna die ontdekt dat dat stuurtje niet vast zit, wat ook zo is. Een stuur wat niet bestaat zit ook niet ergens aan vast, maar er is ook geen bestuurder. Jij bent in werkelijkheid bewustzijn die gadeslaat hoe alle bewegingjes van wat je leven noemt gewoon plaatsvinden, inclusief die zogenaamde andere mensen waar je je van afgescheiden waant. Maar dit is één dat je toch, beleving. Waar dat je aandacht naartoe gaat. Dan heb je die je weer. Nee, stop. Want daarnaast heb je gezegd, je kunt dingen dan links laten. Je. Er is geen je. Daar gaat het nu even over. Dus het is niet van dat je daarna, dat er ontwaken is en dat je daarna een ander je bent. Er is geen je. Daar is het inzicht. Dus je kunt dan ook niet meer zeggen van ja, dan ga je zo leven of zo.
Het is onvermijdelijk om dat toch te doen, doe ik soms ook. Maar het is er allemaal naast. Want deze hele character is a happening, niet een decider. Dus in de ogen van zogenaamde andere mensen is hier een Hans. Maar de beleving hier is eigenlijk gewoon zijn. En daar zijn fysieke sensaties en mentale bewegingen en emotionele bewegingen en allerlei indrukken. En waar binnen en buiten zit, ja, er is geen grens. Er is ook geen centrum, er is eigenlijk geen omtrek. En het doet er dus ook niet toe wat er gebeurt. Maar er gebeuren wel acties, hè? Dus... die vinden plaats, maar er is niemand die ze doet. Het lijden ontstaat, zou je kunnen zeggen, door claimen. Alles gebeurt feitelijk spontaan, maar wij projecteren er een ik in en die claimt dingen. Dit heb ik gedaan. Nou, wat ik net al zei, dan heb je twee uitkomsten. Ik heb het goed gedaan, dan word ik trots. Dan pompt mijn ego zich op. Of ik heb het slecht gedaan en dan krimpt hij in elkaar. En dan voelt hij zich weer een loser. En zo wappert hij de hele tijd heen en weer op zijn eigen dunk. Notenbalkje van, oh, I'm great, ik ben waardeloos. Oh, I'm great, ik ben waardeloos. Maar de grap is, die hele ik bestaat helemaal niet. Dus ja, natuurlijk, wat niet bestaat is in die zin waardeloos. Dus vaak als mensen tegen mij zeggen, ik voel van binnen dat ik eigenlijk niks waard ben. Dan zeg ik, ja, maar je hebt ook gelijk. Want eigenlijk besta je niet. Ja, en hoe kan iets wat niet bestaat iets waard zijn? Nou, sommigen vinden dat dan geestig en bevrijdend en anderen die mogen maar dan niet. En dat is ook leuk. Waarom zijn we dan eigenlijk in dit voertuig of in dit lichaam gekomen? Onderzoek eerst is of er een je is die daarin zit. Of is dat een zoveelste ideetje? Zit je werkelijk, zit er een je ergens in? Dus klopt dat wel? Iedereen gelooft dat. Het basisgeloof op dit planeetje, als we net doen alsof dat echt is, is van of ik ben dit organisme, of ik ben iets wat hierin woont. Maar bijna niemand onderzoekt of dat wel klopt. Nou, Advaita zegt liever niet in essentie van het is zus of zo. Dat doen we ook, maar we hebben liever dat je zelf vaststelt van klopt dit wel? Zit ik ergens? Is er een ik ergens in? Waar is die ik dan die daarin zit? De kernteaching van Ramana Maharshi was als iemand, of ja, wat je ook vroeg eigenlijk, van wie vraagt dit? Zoek eerst diegene maar eens op die dit vraagt, die dit wil weten. Waar zit die? Wat is dat? Ja, de meesten die hadden daar geen zin in, dus... gingen ze toch zeuren over mediteren of over God of puja doen of mala rijgen of weet ik wat. Maar eigenlijk was dat de hele tijd terug. Wie of wat wil dit weten? Wie of wat denkt er gevangen te zijn? Wie of wat denkt er een beslissing te nemen?